Vooral het leven van binnen naar buiten. Door echt met oefeningen goed je hart te voelen. En dat heeft mij heel veel gebracht. Ook de verbinding met anderen. Om echt van hart tot hart met elkaar te delen. Ja. Ik heb enorm genoten van de live dagen. Dat was echt elke keer een feest. Zulke fijne energie en elke ik had al zin. Zin. Komt tot leven op die dagen. En online stuk, mijn eigen dingen thuis doen, dat vond ik lastig. Maar ik vond het fijn dat we online een, elkaar eens in de week zagen. Mm-hmm. Ja. Ieder donderdagavond. Ja. Ja, ik heb het ook heel prettig ervaren. Echt even zo'n momentje in de week waarin je eventjes kunt landen en samen kunt delen over ja, hoe gaat het nu echt met je, wat voel je van binnen. En, ja, en dat, daar ook woorden aan te geven, zeg maar. Dat vond ik heel prettig. En ik heb zelf de live dagen ook als het meest fijne gevonden van het hele traject, denk ik. Want ik deed al best wel veel aan ochtendrituelen, dus ik heb daar wel dingen aan toegevoegd die we aangereikt kregen tijdens de Weg naar je Hart. Maar die live dagen om dan echt meer die diepgang in te gaan en met bepaalde oefeningen, die vond ik heel waardevol. Ja. 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 Cadeautje om de meditaties te doen, thuis, alleen. En zijn nog veel meer dingen. Ja. Wat was het allermooiste onderdeel van jij? Oeh, dat is een moeilijke keuze, want er waren wel heel veel dingen die verrassend waren voor mij. Ja. Was er nou één ding wat echt... Het ging die meditatie waar je net zei? Ja, dan moet ik weet even niet meer hoe die meditatie heette, maar dat je... Die wandelmeditatie. Juist die. Ja. Welke? De wandelmeditatie. Mm. Ja. En die meditatie, dat je ergens zat en dat er iemand naar je toe kwam. Ja. Die vond ik ook heel... Over je innerlijke gids. Ja. En wat ik zelf het fijnst vond, was toch ook de online meetings. Zodat je zeg maar in je drukke week ook echt even een momentje hebt om helemaal terug te komen. En het voelen met elkaar te delen. Dat vond ik ook echt heel fijn. Mm. Ja. Ja. Mooi. Dankjewel. Ik denk dat ik meer uit mijn hoofd gekomen ben. Het was voor mij echt afdalen naar mijn hart en mijn lijf in beweging komen. Fysiek bewegen, mezelf activeren beter. Mijn hart is rustiger geworden eigenlijk, doordat ik mezelf meer activeer. Ik heb net gehoord dat ik een stuk volwassener geworden ben. Ja. Nou, ik merk wel dat de ochtendrituelen, dat ik daar steeds meer de waarde van voel en inzie. En doordat ik dat doe, merk ik dat ik steeds milder naar mezelf kan zijn. Wow. En steeds meer kan zijn met wat er is, zeg maar. Ja. Nice. Het is niet altijd even makkelijk, maar het lukt me steeds beter om daar een mildere weg in te vinden in plaats van... Continu degene met de zweep mezelf achterna jaag. Schat, want ik ben precies tegenovergestelde. Dus mezelf altijd maar lang uit op de bank ligt, zeg maar. Dus mezelf weer meer in actie gekregen. Mm. Dat heeft het mij gebracht. Het helpt me. Dus het brengt je precies wat je nodig hebt eigenlijk. Ja. Ja. Supermooi. Ja. Dankjewel. Ja. Ja. Ja, bedankt. Ja. Ja, bedankt. My pleasure. Wat zei je, Klaska? Nou, dat het heel erg aansluit bij waar je op dat moment zit. Dus waar je in je stukje groei zit. Precies wat je dan op dat moment nodig hebt. Ja. Dat is voor ieder individu dus anders. Ja. En heel veel herkenning bij anderen. Die, wat je dan denkt, oh, dat heb ik eigenlijk ook. Ja. Ja. Oh, ik heb er ook één. Dus dat je leert... Ik leerde om contact te maken met mijn hart, om bij dat te komen wat ik echt wil, wat voor mij klopt. Mm. Om daar steeds weer, in plaats van geleefd te worden vanuit het hoort,
Nee, de tijd nemen om weer te verbinden met, oh ja, dit is wat ik voel, dit is wat voor mij belangrijk is. Zo wil ik het. Mm. En daar waren die lijfdagen zo'n plezier ook. Omdat ja. de samen kom ik daarbij steeds. Oh ja. Ja, als ik daar nog op mag aanhaken, inderdaad, die lijfdagen, ja, dan ben je eigenlijk cirkelwerk ook aan het doen. Wat ik daarin heel fijn vind, is dat je dat de ander, zeg maar, zonder oordeel naar je luistert. Mm-hmm. En dan kun je ja, eigenlijk veel dieper bij je eigen kern komen, omdat je vanuit veiligheid, je voelt die veiligheid. En dan kun je veel beter voelen bij jezelf, waar het bij jezelf om draait, en daar dan ook woorden aan geven. En de ander kan dan luisteren, dus dat vind ik ook heel prettig. Ja. Mooi. Ja, en dat je ook absoluut niet de moeilijke gevoelens schuwt en daar wel gewoon mee aan de slag gaat in de cirkel. Mm-hmm. Ik vind dat ook heel waardevol is. Ja, ik zit te lachen. Ja. Ja, alles is echt kloppend wat jullie zeggen. Ja. Dank jullie wel. Zo mooie woorden allemaal. Ja, en nog een stukje ook dat ik weer meer stukjes van mijn eigen schaduw heb gezien in mijn saboteur. Weet je wel, waar ik mezelf al bij voorbaat bij dingen had afgeschreven. Oh ja, maar dat kan ik niet, is voor mij niet weggelegd. Daar overheen stappen. Dat zien en niet meer door klein gehouden worden. Wauw, wat een oogst. Dat is maar echt super vet om het allemaal zo op een rij te horen, weet je. En dan de gezelligheid en het lekkere eten, dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Ja. En Iris, die dit allemaal faciliteert. Jee. Met haar zachtheid en... Dat ben ik. En zelfvertrouwen, ja. Ja. Thanks, dat is een mooi compliment. En zorgvuldigheid. Mm. En heel sterk de leiding neemt, maar ook heel erg deel is. Dat vind ik echt heel mooi dat je dat zo kan. Fijn. Ja. Leiden door te dienen, is dat het? Ja, maar toch deel te zijn, je jezelf niet echt boven te zetten, maar wel duidelijk de lijn vasthoudt. Ja. Wauw. Ik ga bijna blozen. Dankjewel.